Tijd gaat echt niet langzaam als je iedere keer op je mobiel kijkt, hoor. Ja, wel als ik het elke keer een minuut achteruit zet. Steve was vanmorgen vet vroeg het hotel uitgeslopen. Ik heb Steve gevonden. Hoe kan dat? Oh, jongens. Nee, dan zie ik er gewoon achteraan rennen. Woont ze in de douche of zo? Steve. Hoe kun je nou kwijt, jongens? Ja. Dit kan toch niet? Boeit me niet. Steve is kwijt. Bel haar gewoon. Wat is me nou gewoon verspreiden? Dan ga ik naar het... Weet je hoeveel series er zijn gemaakt over jonge meisjes die ontvoerd worden? Kom jongens, kom. Hier. Vrouw, ik moet echt nodig plassen. Had ik misschien in die auto moeten stappen met Steve? Ik kan je niet nadenken of zo, ben je dom? Ja, maar ze is slimmer dan jij, dus... Jongens, ze is hier. Ik kom wel... Auw! Ik heb de camera. Foto Steve. Oh, ben je nou helemaal gek geworden? Ik heb de camera. Ik vind deze trip vreselijk, weet je dat? Maar de sfeer is nog niet echt verbeterd. Het is wel een ongelooflijk avontuur wat we hebben beleefd. Ik had me ontzettend verheugd op een hele leuke trip. Wat mij betreft is het gewoon nu klaar. Houden we ons stil, hebben we het hier niet meer over, we gaan het... Maar dan moeten jullie wel je mond houden, ja? Nou, ik heb eigenlijk zelf ook geen zin om nog uitleg te moeten gaan geven aan meneer Volmers. Ik luisterde eigenlijk geen muziek, dus ik kon alles horen. Ik denk altijd aan mezelf, maar Steve denkt altijd aan anderen en... Oh, jongens, pas op. Laten we een foto maken, vooral leuk haar denken. Zie je? Nou, laat zien. Is die leuk? Nou, oké, voor in het plakboek. Ik had ons reisje naar Lissabon toch wel iets anders verwacht. Ik ben zo blij dat Steve opnieuw mijn moeder heeft gebeld, want zij had me echt vermoord. Gewoon oneerlijk dat jij alle klappen kreeg, terwijl jij degene was die het woord op was. Dat doen vriendinnen toch gewoon, elkaar helpen. Wij zijn helemaal geen vrienden meer. Nee, Fenna is echt niet mijn bestie, dat wil ik niet eens. Steve is echt te dom om te zien dat Fenna haar gebruikt als vriendin. Oké, vooruit. Ik ben de moeilijkste daarin, niet dat beetje. Straks denken mensen dat we lesbisch zijn. We hebben heel veel mooie dingen gezien. Echt wel dat Steve mij mag trakteren de komende tijd. Misschien als ik 16 ben of zo, dat ik dan in mijn eentje ga. In ieder geval zonder die meisjes, snap je? Still melancholy Mondays, no champagne receptions. Despite your preconceptions, I came out here with the best intentions.